I used my makeup to hide, telling you there ain't nothing I haven't tried. De beertjes voor het raam zijn omgewisseld voor schilderijen. Op verschillende plekken in Rotterdam kan je een kunstroute lopen. Ik ben kunstenares tegenwoordig en ik ben lid van de kunstkring Prins Alexander en dit is de afdeling Ommoord. Wij exposeren nu onze kunst voor het raam. Wij gaan bij twee kunstenaressen op bezoek in Alexander. De eerste is Els. Zij is vorig jaar tweede geworden in de competitie van de kunstroute. Ik heb twee schilderijen voor het raam staan en ik ben van plan iedere 14 dagen twee andere schilderijen voor het raam te zetten. Ik woon een beetje boven. Dus de mensen moeten een beetje omhoog kijken. Want op de garagedeur gaat toch niks op. En hier staat hij dan. Ik zal hem even pakken. Dan is hij beter te zien. Even kijken wat het is. Speciale techniek. Oh, kijk, dit is hem. Ik kreeg dit hart met Valentijnsdag als doek van mijn man. En ik vond dat er zit iets van liefde in een hart natuurlijk en warmte. En dan denk ik, ja, zoenen in deze tijd, dat gaat moeilijk. En ik vond het wel leuk. Mijn dochter en schoonzoon hebben hier model voor gestaan. En die zijn een keer ergens geweest waarbij ze mondkapjes op moesten. En toen hebben ze een foto gemaakt met zoenende mensen. Met een mondkapje. Na het bezoek bij Els zijn wij bij Nel op bezoek gegaan. Zij maakt bijzondere schilderijen met textiel. Ik ben al gek geweest van textiel. Ik heb een campusopleiding gevolgd en heb ik verder geen werk in gedaan. Ik heb administratief werk gedaan. Maar altijd gek op stof, kleding, heel veel kleding voor mezelf genaaid, zelf ontworpen. Wat heb jij gedaan voor de kunstroute? Ik heb een vrij werk gemaakt. Zal ik het even laten zien? Ja. Misschien zo, kijk, dit staat voor het raam. En deze stof heb ik bewerkt met netjes van sinaasappels of mandarijntjes. En dat frit ik en dan komen de gaatjes in. Dat smelt met elkaar. En dan heb ik een beetje een figuur van gemaakt. Dit is het voorjaar. En dat is het uitzicht vanuit mijn raam. Dit is mijn uitzicht. Het begint al warm te worden van de zon. Dit is hem. Ja, moet je even. En dat heb je ook speciaal gemaakt voor de kunstroute? Nee hoor, dat had ik al. Daar heb ik meer schilderijen met een kleinigheidje. En dan zijn er kinderen die zeggen, mama, kom eens kijken. Dat is een schilderij met een grapje, riepen ze een keer bij een expositie. En dat vind ik dan toch leuk, want dan valt het toch op.